Hallo allemaal en hartelijk welkom bij Speel met mij kinderspeelgoed. Ik heb hier vandaag een hele leuke knutselset voor jullie. Die is van Ravensburger en is voor kinderen vanaf 6 jaar. Daarmee kun je papier vlechten. Kijk, het ziet eruit als een mooi doosje. Het is roze met ruitjes. En hier staat dan nog wat belangrijke informatie over deze set. Je kunt mooie kaarten maken ermee en papierdecoraties. Dat kun je dan helemaal zelf doen. En alles wat je nodig hebt, dat zit al in deze set. Oké, dus dat is in ieder geval heel goed. En je hebt dan allemaal kleurrijke strookjes papier. Daarmee kun je dus mee vlechten. En dat gaat heel makkelijk met behulp van de kindvriendelijke vlechtnaald. Papier vlechten, dat is gegarandeerd hartstikke leuk. Voor knutselfans vanaf 6 jaar. Ik vind knutselen ook hartstikke leuk, dus ik denk dat het voor mij ook wel leuk gaat zijn. Er zit een sieradenbox in. Met 2 kaarten erbij, dan 8 motiefkaarten, dan vlechtpapier en nog wat andere kleine dingetjes. Oké. En dan kun je dus deze doos, als het goed is, gebruiken als verzameldoosje. Ja, ik geloof dat er verder niet zoveel interessants meer staat op de doos. Ik denk dat we al het belangrijke wel gehad hebben. Dan kan ik het openmaken. Aha, nou zie ik het ook. Hier zie je ook nog de instructies. Dus dit heb je nog nodig. En dit moet je niet zomaar weggooien. Kijk, hier krijg je dan uitleg over hoe je bepaalde patronen kunt maken. Dan ga ik nu de doos openmaken. En hier zie je nog een foldertje met wat andere producten van Ravensburger. Ik denk dat dit het sieradendoosje is. Dat moet je zelf nog even in elkaar vouwen. En hier is het vlechtpapier. In allemaal verschillende kleuren. In rood, geel, groen. Nog wat? Nee. Dan hebben we hier wit. Nog eentje. Hier hebben we nog een keertje rood, groen, lichtgroen. Ah, kijk, nou zie ik al een heleboel. Blauw zie ik helemaal nergens. Dat zou ik eigenlijk wel verwachten, maar misschien zit het er gewoon niet bij. Dat kan. Kijk, hier heb je dan groen, roze, rood, donkergroen. En wat is dit dan? Dit zijn 2 andere kaartjes. Aha, en dit zijn weer andere streepjes. De ene zijn verticaal gestreept en de andere horizontaal. Dan gaan we eens even kijken wat dit is. En dit zijn de kaarten. Nou snap ik het denk ik. Je kunt een soort patroon vlechten en dan kun je het erin vouwen. En daarna kun je dit versturen als kaart. Hier heb je nog een vlinder. Hier zo 2 hartjes. Nog eentje. En dit zijn gewoon een soort van ruiten, geloof ik. Hier bloemetjes. Hier iets met hoekjes ook. Dus dat waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kaarten. Dat klopt ook wel wat er op de verpakking stond, geloof ik. En hier zie je dan de naald waarmee je heel makkelijk kunt vlechten. En ik denk dat dat alles was. Ja. En je kunt dan die doos gebruiken om dingen in op te bergen, om dingen te bewaren. En dit kun je dan uitknippen en dat kun je dan op de rand van de doos plakken, zodat je bijvoorbeeld je naam erop kunt schrijven. Of de naam van het product dat je erin doet. Of je kunt erop schrijven papier vlechten, zoiets. Dus dat kun je gewoon uitknippen en erop plakken, heel makkelijk. Dan ga ik nu eens even kijken hoe dit werkt. Zo, ik denk dat ik het gewoon maar eens even ga proberen. Wat we verder nog nodig hebben is een schaar. En als eerste moet je dunne papier gebruiken. Daar moet je dus papierstrookjes van uitknippen. Ik vind roze wel leuk. En daar moeten we dus allemaal strookjes van knippen. Zo, ik heb nu die hele kaart zo geknipt. En dan moet je hier zo beginnen met deze naald. En dan moet je dit vastklemmen aan een uiteinde. Zo. En dan ga ik eens even kijken hoe het verder moet.
Zodra je een vlechtpatroon hebt uitgekozen, dan moet je verder nog alleen een vlechtplant hebben en dan kun je al beginnen met het vlechten. Dus nou moet ik even een vlechtblad gaan uitkiezen. Dat is degene met wat dikker karton, geloof ik. Of misschien is dit wel genoeg? We gaan het eens eventjes proberen. En deze is anders. Degene die ik nu uitgeknipt heb, die was dus horizontaal en de andere zijn verticaal. Oké, en dan moet ik ze dus netjes naast elkaar gaan vlechten. Dus zorgen dat de strookjes netjes naast elkaar liggen, want anders dan zit er heel veel ruimte tussen en dan ziet het er niet zo mooi uit. En hier zie je de verschillende patronen. Oké. Oeh, deze ziet er best wel moeilijk uit, maar misschien ga ik die eens even proberen en kijken of me dat gaat lukken. Oké, ik ga van links naar rechts werken. Goed, het eerste strookje zit vast in de naald. Zo. Dan nog een keertje twee. Dus je moet even daarnaar kijken en dan moet je tellen hoeveel strookjes je de naald erover moet doen en hoeveel strookjes je de naald eronder door moet doen. Ik ga ervan uit dat het donkere groen wordt en het lichte dat wordt roze. Dus twee keer groen. Even kijken. Dus ik moet afsluiten met roze. Ik hoop dat het me gaat lukken. Misschien wordt het uiteindelijk wel verkeerd om, maar dat geeft niet. Twee. Nog een keertje twee. En dan die laatste. Zo. Dan trek ik het strookje er doorheen. En dan moet je hem strak tegen de rand aan duwen. En ja, dan ga ik nu denk ik maar verder. En ik geloof dat dit er eigenlijk onder had gemoeten. Zo. Oké, dus zo klopt het. En dan ga ik nu door met het volgende strookje. Zo, die zit weer vastgeklemd. En dan ga ik weer goed kijken naar het voorbeeld. Nu gaan we gelijk beginnen met roze. Oké, en dan weer goed aanschuiven. Oh, dat ziet er al best wel interessant uit. Tot nu toe gaat het ook goed, dus dan ga ik verder volgens dit patroon. En dan hoop ik dat het er uiteindelijk zo uitziet als op het voorbeeld. We zullen het zien. Zo, ik ben tot nu toe zo ver gekomen. Ik vind het eigenlijk nog helemaal niet zo heel makkelijk. Je moet toch best wel veel nadenken. Maar tot nu toe ziet het er best wel mooi uit, vind ik. Alleen, het is dus bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar en ik kan me wel voorstellen dat het soms een beetje lastig is voor wat kleinere kinderen. Want je moet goed blijven tellen en het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik nu wel het moeilijkste patroon gelijk heb uitgekozen om mee te beginnen. Dus misschien ligt het daar ook aan. Het is wel heel leuk om te doen en het ziet er ook erg mooi uit. Dus ik denk dat het heel erg leuk is om hier een kaart van te knutselen, dus ik ga gewoon nog even verder. Zo, het is eindelijk gelukt. Het patroon is klaar en ik vind dat het echt heel erg mooi is geworden. Het werkte echt goed, maar ik moet zeggen, dit is echt wel voor geduldige kinderen. Je moet een flinke portie geduld hebben om al die strookjes papier er netjes doorheen te weven. En je moet je erg goed kunnen concentreren, zodat het ook nog goed gaat. Misschien is er nog een trucje, maar ik moest mezelf best wel concentreren om dit te kunnen doen. Maar het loont zich wel, het resultaat is erg mooi geworden. En dan ga ik nu eens even een kaart uitzoeken. We hebben dus een vlinder, hartjes, ruitjes, bloemetjes, nog iets met ruiten. Dit is een beetje een abstracter patroon.
Ik weet eigenlijk niet zo goed of je het patroon nog wel zo goed ziet als je hem in de kaart doet, maar nou ja, we kunnen het eens even proberen. Ja, dat ziet er wel interessant uit, maar ik denk dat hij nog wel iets beter uit de verf zou kunnen komen in een andere kaart. Ik ga de vlinders even proberen. Nog even die voelsprieten uitdrukken. En ja, dit vind ik eigenlijk wel veel mooier, dus ik denk dat ik het zo laat. Dan heb ik nog wel even lijm nodig. Zo, ik heb hier gewoon zo'n plakstift gepakt. En dan wil ik eerst even het patroon vastplakken aan de binnenkant. Zo, nu het plaatje. Eens kijken hoe het eruit ziet van voren. Zo, dat ziet er prima uit. En nu is mijn eerste papiervlechtwerkje al klaar. Ik vind dat het er super mooi uitziet. Ik moet het wel nog een beetje steviger vastplakken, maar ik ben best wel tevreden. En dit is natuurlijk hartstikke leuk. Je kunt rondom de randjes nog wel wat versieren en misschien wel wat tekenen als je dat wilt. Of wat opschrijven. Ik vind het hartstikke leuk geworden met die vlinder. En jullie kunnen me laten weten in de reacties wat jullie vinden van deze set. En of het jullie zou lukken. Ik vond het eerst een beetje lastig. Hier zie je dus verschillende patronen. En misschien hebben jullie ook wel zoiets gemaakt. En zeggen jullie, oh, maar patroon 1 is super makkelijk. Laat het maar weten in de reacties. En laat ook maar weten of jullie willen zien hoe ik andere kaarten hiermee maak. Of misschien dit doosje. Dat kun je ook nog in elkaar zetten. Dus als jullie daarvoor wensen hebben, laat dat dan weten in de reacties. Dat was het dan voor vandaag. Tot de volgende keer. Doei!